als je met die grote artiesten in de studio zegt en ze vragen waar je vandaan komt, dan zeg je gewoon dat jij Leeuwarden komt. En dan denken ze ook van, oh zo, daar hebben we nog nooit iemand, hebben we nog nooit met iemand van in de studio gezeten, weet je wel. Ik breng je sterren van de hemel. Ik pull up in die Ghost Rolls Royce. Op een gegeven moment gaat je naam een beetje rond. Ja, dan komt je beat wel eens ergens terecht. En zodoende bij Below a Heap en Busy. En vanuit daar ging het eigenlijk los. En het duurde eventjes, maar volgens mij na een jaar en een half kwam hij uit. En met alle gevolgen van dien. Moker B had jeder ook wel gruttere hits hoorn, maar door dit nummer had hij hem op de Nederlandse hip-hop kaart zetten. Ik denk zelfs dat deze release dat ik nog vrij in de achtergrond sta, weet je wel. Maar het is wel de bedoeling om in de toekomst wat meer naar de voorgrond te treden. En je merkt ook wel als je zulke releases hebt, dat mensen het wel gaan opmerken, weet je wel. Het duurt misschien wat langer dan je zou denken, weet je, als je kijkt naar de cijfers die behaald worden. Maar uiteindelijk moet je gewoon blij zijn dat mensen je muziek luisteren en dat Kees zien aan de cijfers. De gouden plaat, hard voor gewerkt, platina plaat komt eraan, stay tuned. Hip-hop is hier in Friesland net zo groot, maar in de Ronestad is het vierwijd het meest beluisterde muziekgenre. Daardoor wie het van Friese hip-hop-artiesten lange tijd lastig om terug te breken. Degen wie een net jochten op het noorden, maar de laatste jaren is dat bot aan het verorien. Louter artiesten als Janno, Hivi en Roland binnen het Sint-Wurg bekende namen in de hip-hop. Er is altijd talent hier geweest, man. En ik heb nu echt het gevoel dat daar nu hier zeg maar ook eerlijke kansen zijn. Snap je wat ik zeg? Dus nu zeg maar als je gewoon hard bent en je woont hier, maakt het niet echt meer veel uit of zo, weet je toch? En ik denk dat veel mensen zo'n gevoel wel misschien 10 jaar geleden hadden gehad of zo. Als je zegt van ik kom uit Leeuwarden, dan is het niet waar is dat, maar wat is dat? Dan krijg je eerst dat. Dat is gewoon hoe het gaat, ja, af en toe. Maar het is wel, zodra ze zien dat er gewoon jongens zoals ons gewoon hier serieus en keihard werken, ook in de studio en maken muziek en we doen ook alles zelf, zeg maar, weet je. En daar zijn ze dan wel, dat kunnen ze wel waarderen, zeg maar. Met alle successen die de Leeuwarders hellen, groeit de ambitie alleen nog maar. Maar ik Friesland bloot voor haar wichtig. Men weet niet wat hier allemaal gebeurt, maar ja. Er is heel veel talent, wat underground blijft. Ja. En ik ben wel van plan om het stukje waar wij van mogen genieten en ook te verlengen naar naar degene die naar ons komen. Hey. Ja, ja. No, toch? Hey.